ben Nathalie Zwinkels. Ik ben gewasbeschermingsspecialist bij Bekerkamp Plants. Dat doe ik voor de gelaste groenten, bladgroentegewassen en ornamentals. Hygiëne is eigenlijk de allerbelangrijkste start voor onze teelten. Ik zeg altijd maar zo, alles wat er niet in zit, hoeven we ook niet te bestrijden. Dus alles wat we kunnen voorkomen, dat doen we. Daar doen we onze uiterste best voor. Dat betekent dat alles extreem goed wordt schoongemaakt en ontsmet. Iedereen werkt met specifieke werkkleding. Er wordt niet over en weer op de bedrijven gewerkt. We werken met gaas in de ramen. Ja, op deze manier proberen we eigenlijk zoveel mogelijk ziekte en plagen buiten de deur te houden. Scouten wordt elke week gedaan door vaste medewerkers. Die scouten het gewas op aanwezigheid van eventuele ziekte of plagen. Ook afwijkingen worden dan geconstateerd. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van hulpmiddelen in de kas. En dat zijn dan bijvoorbeeld de gele en andere kleur signaalplaten. Maar ook allerlei vangtechnieken die we gebruiken om ziekten of plagen te ontdekken. Het scouten gebeurt wekelijks en de waarnemingen worden vastgelegd in onze applicatie die we gebruiken. Daarom worden alle gegevens digitaal zeg maar, verzameld en bewaard. En kunnen we wekelijks met de teler samen een beslissing maken over de strategie die we moeten volgen. Gewasbescherming blijft natuurlijk heel erg uitdagend, want het is dynamisch. Er verandert veel in wet en regelgeving. Die wet en regelgeving die hou ik goed in de gaten. En daarom moet ik onze telers eigenlijk daarover informeren. Dus wekelijks hebben wij met elkaar daarover overleg. Daar bespreken we de scoutresultaten van de diverse partijen. Maar er wordt ook besproken van ja, wat er eigenlijk is veranderd. Wat voor middelen er eventueel niet meer gebruikt kunnen worden. En hoe we dan op een andere manier de gewassen toch zo schoon mogelijk bij onze klanten kunnen krijgen. Gewasbescherming en ziekte en plagen houden natuurlijk niet op het moment dat de planten bij ons de deur verlaten. Die gaan natuurlijk naar onze klanten en ook die hebben zorgen over eventuele ziekte en plagen. Daarin kan Bekerkamp ondersteunen in eerste instantie altijd via de vertegenwoordiger. Dus als daar vragen over zijn, kan je altijd bij de vertegenwoordiger terecht. En die kan altijd weer bij mij terecht om achtergrondinformatie te krijgen of eventueel advies te geven in de ziekte of plaag die speelt.